We staan hier in Veurne en daar wordt Wiltira gevierd met zijn 80ste verjaardag. En ik kom hier Michel van den Branden tegen van de Sky is the Limit. En hij heeft het ook allemaal meegemaakt. En ja, ik wil even weten, Michel, jij bent al lang niet van Wiltira? Zeker weten, nee. Vanaf dat ik een pastoor van die was spreken, ben ik mijn kinderschoenen al. Ik ben natuurlijk wel voor de Vlaamse liederen, voor de Vlaamse zangers. Want ze werden in België een beetje onderschat, vind ik. Dat hier om te zien en zo had nooit in mogen verdwijnen. Dus hier kwam ik om de eerste kans te geven aan de Vlaamse zangers, vind ik persoonlijk. Ik doe ook al slagersfestivals mee. Ik kon 21 uurtje van dingen van hem in Middelkerken, dat wilt u dan. Dus ik volg hem wel. Ja. Okay. En er is ook een standbeeld hier onthuld in het stadspark. Wat vind je ervan? Ik vind dat heel mooi. Een beetje broos vind ik. Ik ben bang voor te vandaliseren. Je weet dat nu natuurlijk. Ja. Maar het is echt te wild dat op de piano zit. Ook met zijn vingers. Je kunt snel dat perfect gebouw vinden. Het is echt wild u dat er zit. Ja. Dat is mooi, hè? Qua lievelingslied, hij heeft voor heel veel liederen. Is er eentje dat er voor jou had spreekt? Had er maar al Bandit ook kunnen zijn. Hè? Ja. Het is afgemaakt om Bandit te krijgen. Maar hij heeft veel mooie liedjes, hè? Eén is blauw, hij moet ze erop leren. Ik kan ze allemaal meezingen, want ik heb juist op de markt gezeten. Er zit er vol volk op. En ze worden al aan het liedjes aan het zingen van de wereld. En ik heb ze ook nog een keer kunnen meezingen. Ik krijg heel veel repertoire van buiten. Je gaat er wel van je liefde vandaag van. Zeker en vast. Maar hij wordt natuurlijk vandaag een beetje geliefd. Ja. Wat natuurlijk begrijpelijk is. Hè. En ik vind dat ze hem niet goed afgeschermd hebben. Ja. Want ja, natuurlijk is een zware dag voor hem. Hè. Morgen wordt hij niet aan tafel met jou. Ik vind dat hem echt heel goed. Ik hoop hem nog lang van willen mogen genieten. Ja. Echt wel. Dank u.